NEC speelde vanavond in de eerste ronde voor de KNVB-beker bij FC Emmen en het won met 1-3 door goals van Sven Braken twee keer en Arnoud Groeneveld. En afloop van de wedstrijd spraken we met Sven Braken, Tweedi Kadıoğlu en trainer Adrie Bogers. Goede wedstrijd, goed gevoetbald, kansen gecreëerd, niet heel veel weggegeven, dus ja, positief. Ik vond met name het verschil van vrijdag ook het durven inspelen, ook bijvoorbeeld op Kadıoğlu. Ben je daarmee eens? Ja, nou ja, dat had ook een beetje met de positie te maken. En Ferdi speelde goed vanuit het middenveld. En dan kun je hem daar vaak zoeken. En nou, Ferdi heeft wel een aantal dingen dat ik dacht van heeft hij prima gedaan. Ja, ik moest aan de zijkant spelen tegen Den Bosch. Een beetje een vrije rol dat ik ook aan de binnenkant kon komen. Dus ja, toen moest ik aan de zijkant spelen. En vandaag mocht ik dan weer op 10 mijn eigen positie waar ik het liefst speel. En dat het wel aardig heb ingevuld. Eén wissel eruit pakken, Heinlotte Joppen. Joppen gespaard of... Ja, dat geldde eigenlijk hetzelfde een beetje voor Jari. Die zijn natuurlijk een hele tijd weg geweest. En die hebben afgelopen vrijdag 90 minuten gespeeld. En ja, die waren nog niet helemaal kip lekker. En ja, dan proberen we natuurlijk met fitte mensen. Je komt eigenlijk met een gelukje op 1-1. Wat zei trainer Adrie Bogers in de rust? Ja, dat we gewoon moeten blijven voetballen. Want je zag dat hun daar problemen mee hadden. Als zij voetballen daar gewoon goed speelden. Dus de tweede helft gingen we gewoon daarmee door en uiteindelijk maken we de 2-1 en de 3-1. Misschien hadden we wel meer doelpunten moeten maken, want dat was wel verdiend, denk ik. Blij met de overwinning, ronde verder. En ja, persoonlijk is het ook lekker dat je twee keer scoort. Ja, wat beschrijf even je eerste goal. Jij zag al dat hij hem ging geven? Of? Ja, ik gokte erop en dan pak je wat extra meters en dan zie je die bal komen. Ja, dan laat je hem even lopen en dan schiet ik hem binnen. Ja. En nu maandag tegen Jong PSV in het Philipsstadion. Nou ja, op zich ging het daar vorig jaar goed tegen de eerste van PSV. Kwamen nog op 1-1. Wat verwacht je van die wedstrijd en de rest van het seizoen nu? Ja, ik verwacht gewoon voor ons team dat we elke wedstrijd gewoon alles geven. En dat het belangrijkste is. We moeten zorgen dat we 3 punten halen. Vorige wedstrijd helaas 1-1 gespeeld. Ja, we hebben daar gewoon punten gemorst en dat is zonde. Je wil toch stappen maken met het team. Nou, ze hebben het vandaag goed gedaan. Dus ja, daar probeer je zeg maar tegen Jong PSV vervolg aan te geven. Ja.